Hallo, ik ben Lander en ik doe momenteel stage bij de VRT bij ENG Montage. ENG Montage, dat is dus de montage van het journaal, van Karrewiet, van De Zevende Dag, van Ter Zake en alle andere actualiteitsprogramma's binnen de VRT. Door de coronacrisis heb ik mij dus ook moeten aanpassen. Ik moet nu ook van thuis monteren, zoals alle andere monteurs dat zoveel mogelijk moeten doen. Het verschil hierbij is dat ik geen begeleider meer heb dat op mijn vingers kan kijken. Wat eigenlijk zowel een nadeel is als een voordeel. Het voordeel is dat ik meer vrijheid heb. Meer vertrouwen in mezelf, omdat ik het eigenlijk zelf kan doen. Het nadeel is natuurlijk, als er een probleem is, kan ik niet meer rechtstreeks naar mijn begeleider om te vragen wat de oplossing is. Maar wij hebben zoiets als Teams en daarvoor kan ik dus altijd naar mijn begeleider bellen. Dat ben ik. Zeg, en alles goed? Ja, zeker. Ik heb al, denk ik, een stuk of twee journaalstukjes moeten maken. Dat is wel goed gelukt. Okay. Zeer goed. Geen problemen. We hebben nu net de tijd klaargestoomd gekregen, hè? Ja, voilà. Mijn werkplek is eigenlijk gewoon mijn kamer. Een klein kot. Maar ik heb dus eigenlijk een scherm geplaatst. Hier is dan mijn montagescherm. Daar komen de montages op. En daar kan ik dan iNews openzetten. Dat is ook de rundown van het journaal. En zo kan ik kijken welke stukken er nog moeten gemaakt worden. Ik moet hier binnen eigenlijk mijn quarantaine buddy zoeken. En voor mij is dat toch mijn hond. Dat is Ozzy. We zullen eens hem laten lopen, want hij heeft hem wel nodig. Maar normaal doet hem dat niet zo graag. Ja, nee. Hij zit liever. Ik ben eigenlijk mijn collega's daar heel dankbaar voor dat ik toch deze kans heb en dat ik mijn stage van thuis uit mag verder zitten. Dat wil ik toch even zeggen dat dat veel vertrouwen geeft en mij een goed gevoel geeft. Allee, merci hè. Ja, dag.